En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zoltrex. De enige echte. Nou, even een tripje buiten het park. Een keer niet Slagharen zelf. Maar wij zijn in Emmen, zijn wij. En we gaan naar Wildlands. Nou, Wildlands ligt daar zo. We moesten wel een heel stuk lopen. Daar heb je het Atlas Theater en dan achter deze boompjes. Daar is Wildlands. Dus ja, laten we maar gaan kijken. Even kijken hoor. Moet je hier nog recht door, hè? Even kijken hoor, waar ik heen moet. Ja, daar is het. Hè, hè. Ja, nou weet ik het al. Ik kan mijn navigatie maar ingezet. En anders dan weet ik niet waar hoe ik moet lopen. Maar hier is het dus. Wildlands. Eindelijk, we zijn er. Nou, hier gaan we vandaag naartoe. En ik ben reuze benieuwd. Allemaal fonteintjes, gezellig. En hier hebben we Wildlands. Ik denk dat het ongeveer 3 jaar of 4 jaar geleden is dat we hier toen geweest zijn voor het laatst. Nou, toen waren we hier ook. Oh, ik zet daar als het bord even verkeerd. Hier ook. Oh, daar staat ook een bord. Maar we zijn er. Ik moet het even lopen, want ik kan hier niet vlakbij parkeren. Dat is wel vervelend. Ik zal hem eens even een beetje uitzoomen, dan zie je het een stuk beter. En dan hier heb je Wildlands. Nou, we gaan eens even kijken. Zo. Ja, Wildlands bestaat 5 jaar, hè. Nou, mijn YouTube-kanaal ook bijna 5 jaar, dus ik denk dat het 4 jaar geleden is dat we voor het laatst geweest zijn. Het is rustig in het park. Het is niet druk. Traveler taste. Zou je wel weer een QR-code nodig hebben en daar weer al de eerste rookzone. Fotokiosk. En dan heb je hier die hele grote dingen. Zijn we toen als laatste hebben we dat voor mij toen gedaan. En hier zijn we toen als eerste in geweest en dan heb je ook zo'n soort lift omhoog of zo heb je. Dus, dan gaan we kijken hier een mooie boot hier ook. Nautica haven. Nautica. Hier hebben ze dan een soort show of zo hebben ze hier ook ergens. Dus, ik weet niet waar ze zijn. Oh, ze gaan eerst het winkeltje in. En ook hier, als je binnenkomt, een corona toegangsbewijs. Wat kan je daar wel doen? Nou, hier de Jongola. Ja, lekker zonnetje hoor. Maar oude zo'n Wildlands auto. De oude Jeep of zo is het. Nou, hier de Jongola. Ik ben reuze benieuwd. Oh, mooi beeld ook. Mooi hoor. Hey. Daar ook zo'n mooi gebouw daar zo. Ja, leuk. Leuk! Leuk! Nou, we gaan even naar binnen. Oh, allemaal vlindertjes. Mooi hè. Een soort vlindertuin is dit. Kijk nou, joh. Zo. Jan, kan je even zeggen dat ze wat minder snel vliegen? Want ik kan ze bijna niet bijbenen met mijn camera. Oh, hier, kijk, een beetje vlakbij me. Oh, daar zo zitten ze boven. Halen we dat? Ja. Ah. Het is een beetje warm hier, hoor. Merk ook aan de camera, die is een beetje beslagen. Zo, kijk eens zo, hé. Zijn er nog aardig wat, hoor, hé. Oh, daar zit het ook helemaal vol daar, zo. Kijk eens. Oh, daar ben je. Ik was je kwijt. Op de gracht.
Oh ja, op zijn rug, ja. Ja, ja, ja. Het zit op zijn rug. Ja. Ja. Ik zat bij iemand op zijn rug zat dat gewoon, kijk eens. Mooi hoor. Hey. Kijk eens. Ja, bijna. Ja. Ja, blijf staan. Jij hebt train op je tas. Ik heb train op mijn tas. Oh, dat kan ik niet zien. En dan moet jij het eigenlijk filmen, hè. Oh, Mark heeft nu eentje op zijn tas en... Oh, hij is weg! Jammer! Nou, dan moet je zo gaan staan. Ja, hij is weg. Nee, maar moet je filmen. Als ik daar zo blijf staan, misschien blijft hij dan... Waar moet ik dan op drukken? Waar moet ik dan op drukken? Op die grote... Ja, daar is het mee aan en uitzetten. Hij wil niet. Nou, bij die andere zat hij op zijn arm. Zo, ik weet niet, maar ik voel wat nat. Oh ja, weet je dat je dat in het Blijdorp ook had? Hier, Jan. Mooi hè? Hey. Mooi hoor. Hey. Kijk, zie jij. Oh. Kijk eens allemaal. Oh, zo, er vliegt eentje vlak voor mijn camera. Oh, daar. Nee, daar. Ja, achter de deur. Even kijken, heb ik zes. Moet eigenlijk een beetje vergroten. Eigenlijk moest een breedbeeldcamera hebben, want je ziet echt zo verschrikkelijk veel om je heen. Overal zie je... Oh. Kijk nou. Dat is een ding of zo. Ik weet niet waar het is. Ik denk om te lokken of zo. Oh, ik word nat. Jeetje, zeg hé. Zo, er zitten er een hoop, hè. Vooral als je daar kijkt, hè. Ja, soms is het echt zo lang bij ons. Hele kluis bij elkaar. Ze schiet tegen alle kanten op. Hoi, hè? Oh, kijk eens. De hele partij vissen, dat kan ik nog niet gezien. Hij moet ook nog krokodillen zitten. Ja. Hè? Maar dat zal wel niet hier wezen, want hier zijn vissen. Dan zijn die vissen niet veilig. Goh. Hebben wij die vlindertuin de vorige keer gezien? Een Pippi Langkous, ja. Kijk eens, wat een grote rat daar zit, zeg. Mooi rat. Ja, dat is wel een rat, hoor, dat. Een rat. Nou, dat is toch een rat. Kijk, meneer Nielsen van Pippi Langkous. Meneer Nielsen van Pippi Langkous. Kijk eens, zeg. Het is echt groot, zeg. Hey. Jeetje. Oh, zitten er nog veel meer daar. Ja, zitten daar een heleboel daar. Ja. Hallo. Zit er helemaal. Ja, bellen, Sas. Mij niet bellen. Ja, mij niet bellen. Nee, mij niet bellen. Ik ben zelfs vervelend toen zijn. Vlotte oversteek. Vlotte oversteek. Ja, joh, dan moet jij de touw trekken. Dat doe ik niet hoor. Ja, joh, leuk man. Nee. Jan en ik gaan dat wel doen, hè Jan? Nee. Oh, hey Jan, wij wel hè? Jan. Hé, ome Jan. Nee, Jan. Ah.
Wacht, ik kom je halen. Wacht maar, ik kom je halen. Ik kom je halen, wacht maar. Wow, zo. Ik vind het... Oeh. Ah, man, ik kan niet zitten, ik kan niet tillen. Hoor ik jou lachen? Ja, instappen. Instappen, Sas. Nee. Jan, lachen. Sas, instappen. Stap in. Ik vind het wel eng, hoor. Je kan er ook omheen lopen, hoor. Dan hoef je niet met de vlot. Nee. Kom hier. Nee. Je kan ook overstappen, ma. Ja, rij je dan. Stellen zeg ik. Dan kun je hier weer uitstappen. Gelukkig, ik weet niet meer lekker. Jeetje zeg ik. Zit een heleboel bij elkaar te schreeuwen voor een vloedje. Nou, dat was een leuk vloedje. Staat een hele ding bij elkaar te schreeuwen voor een vlot. Er komt een tijd, dan gaan we naar Veren toe. Ja, het mooie plaatsje Veren. Het mooie van burgemeester Bol en Buis. Ja, van Bol. Buis bedoel ik. En daar is hij drie keer zo ver. Oh. Als je geluk hebt, loop je tussen de koeien. Ja. Maar ja, dat moet je eigenlijk niet zeggen, want nou weten ze dat we binnenkort een keer... Ja, dat ik je foto's liet zien. Ja. En daar kan je dan over de dingen heen, over zo'n taluut. Ja. En dan heb je ze ook. Die is wat langer. Maar nou weet iedereen dat we naar Veren gaan. Nou is geen verrassing meer dat we naar Veren gaan binnenkort. Ja, ze weten ja niet maar wanneer. Ze weten niet waar dat ligt. Nee, ja, en ze weten niet wanneer dat is. Dus dat scheelt wel weer natuurlijk. Na 31 oktober. Na 31 oktober. Zet in je agenda. Na 31 oktober gaan we nog een keer naar het mooie plaatsje Veren. Oh, hey, dolfijntjes. Marit. Kijk hier. Hey, Fante. Waar is die olie dan? Ja, ik weet niet waar die olie is. Die hebben ze al opgegeten. Ja, wel Fante, maar geen olie. Leuk hoor. Zijn er vijf? Nou, gewoon wat foto's en dan doe ik het later op Facebook. Leuk. Ik ga even wat dichterbij doen. Nou, hier food and drinks Mahada. Ja. Onbeperkt koffie en thee voor 7,50. Nou, lekker. En dan hier ook... Hier heb je nog toiletten. En dan heb je hier een smoking. Kan je zitten. Oh, en dan kijk je hier op twee olifanten. Oh, kijk eens. Zo. Die probeert wat te eten. Zo, nou. Hier is ook allemaal vol met vogels en zo. Ik kan nog wat eten halen. Ik hoor een hoop, maar ik zie nog niks. Maar ja, ik had er net ook al een bron nodig
net een ijsje wezen halen. Zelfs het ijsje zag ik niet, dus. Ik zie helemaal niks. Daar ga je. Het tweede ding in. Ik zie nog helemaal niks. Nou, we hebben een bakje hier, hebben we. Hier ook, dit bakje. Zo. En dan gaan we hier ook zitten. Dan gaan we hier op ons gemakje zitten. Dan wachten we gewoon tot er wat aankomt. Voor mij moet ik hem even een beetje wat hoog houden. Maar... Nee, bij mij komt er nog niemand. Ik denk dat ze het niet durven vanwege de camera. Ze zijn een beetje camera-schuw, zijn ze. Waar komen ze dan? Voor mij komt er helemaal niemand. Niemand wil hebben. Kijk, lekker een beetje groen spul. Nee, bij mij komt er nog steeds niemand. Ik ga gewoon op het makje zitten en dan zie ik het vanzelf al. Ja, ik niet. Ja, bij mij komen ze niet. Daar zitten ze ook, maar... Nou, dan gaan we zitten hier, ho. En dan doen we gewoon zo. Kom maar. Kom dan. Nou, ik denk dat het leuk voor de camera, maar er komt niemand. Even wachten. Ik heb helemaal te bussen. Ja, jammer, ja. Ik heb het op beeld als het goed is, toch? Ja, ja. Ik kan hier ook met een bootje meegaan, misschien ook dat zo nog wel even doen. Lijkt me wel leuk. Grappig hoor. Oh kijk, daar zit hij nou. Hij is nou boven. Beneden, of, naar beneden is hij nou gegaan. Kijk, daar zitten er nog twee in. Nou, we hebben de uitgang of de ingang gevonden. Waar moet je dan in dan? Oh, je moet de andere kant, denk ik. Maar we hebben in ieder geval de ingang gevonden. Dus we gaan even kijken. Oh, is hier een stuk van een vliegtuigwrak. Kijk. Oh, dat is ook leuk gedaan. Is voor rolstoel en kinderwagens. Die kunnen dan... Kun je gewoon hier een vliegtuigwrak. Kun je gewoon... Hey. Leuk gedaan, hé. Hey. Dat is leuk gedaan, hé. Hey. Kijk eens. Cockpit. Dat hebben ze leuk gedaan. Dat is wel grappig. Dan kun je gewoon hier je rolstoel of je kinderwagen neerzetten. Ja, dat is leuk. Echt leuk. Nou, dan gaan we op de Rimboola River.
We willen wel even rond even een tochtje doen. Hier is het station. Ja, daar gaan we weer. Oh. Oh ja, nu gaan we naar beneden. Ja, dan moet je zitten op jou, Kans. Hè? Dan moet je zitten op jou, Ja, hoor. Ja, dan moet je zitten op jou, Kans. Ja. Dat weet ik. Tuurlijk, altijd, hè. Dan moet ik wel even filmen, dit natuurlijk. Kijk, dit is wel ontzettend mooi, dit. Allemaal blondies. Oh, een beetje eng zo, hoor. Bel gaat hij eens kuit naar beneden dadelijk. Nee, helemaal, hoor. Helemaal een waterval. Nee, zoals door de rips en falls. Daar durf jij in, zoals. De rips en falls. Voor deze splashboot. Nou, die in België. Die zo... In het donker. Weet je nog, in het donker naar beneden. Leuk hoor, hé. Nee, dat kan niet. Daar heb ik geen goed beeld op mijn camera. Ik denk ik leg hem neer. Hè. Maar dat gaat niet. Ik hou hem gewoon lekker vast. Dit is wel echt... Het is wel mooi gemaakt hoor. Ik vind het wel echt mooi gedaan. Ik kom weer bij die apies daar lekker uit. Ja. Ja, hier ga ik kijken naar beneden hier al met deze boot. Het is net gondoletta in de Efteling. Alleen dit is veel mooier. Dit is een veel mooier omgeving. Kijk eens, zo. Oh, dat is ook mooi hoor, gij. Kijk eens. Oh, we gaan de tunnel in. Mooi hoor. Kijk eens, hè.
een beetje nevelen. Oh, lekker! Kijk eens, hoe gaat het nevelen? Nevelig nat, hè? Beetje nevelig nat is het, hè, jongens. Beetje nevelig nat. Het is wel mooi, dat, precies die zonlicht schijnt erop bij. Oh, kijk. Oh, vankje. Hi, Frank. Waar is de olie? Oh, hi. Oh, er staat er nog één daar zo. Verderop staat er nog eentje. Ja, de. Hi, Tikkie. Zo, Jan, moest je vanmorgen weer nodig? Ja. Nee. Oh nee, dat is wel jongen. Oh, er staat nog een kleine rook. Ja, dat zeg ik net. Jo, zeg je. Ja, weet ik wel dat er drie, ik had er twee geteld. Wacht even hoor. Ja, yeah. Oh, dit is een reet. Ik denk niet dat het echt een mooie foto is. Kijk het vogeltje. Wat ik voor eentje het beestje vis. Dat is ook die allemaal afgenomen. Hé, hoi. Een paar van die hele kleine flamingo achter de beestjes erbij. Ja. Leuk hoor. Hey. Dag dan. Ja. Oh ja, hier gaat je kleine vriend vol naar beneden hier ook. Een hele mooie foto. Ja, hier ga je 10 kilometer naar beneden. Hier gaan. En we zijn nu bij de Cabo de Indianen, hè? Oh, hier hebben ze ook nog een stukje van die van dat vliegtuigje wat ik net filmde. Daar hebben ze hier nog wat dingen. De restanten hebben ze hier nog opgehangen en neergezet. Ja, dat was hem weer. Dat was het rondje. Ah, wel leuk. Zo, even een peukie, maar je wordt ook weer echt helemaal weggedouwd. Ja, stel dat de mensen zien dat je aan het roken bent, wordt gewoon helemaal in de bosjes gegooid. Tja, stel dat iemand het ziet, hè. Roken is tegenwoordig zo verschrikkelijk erg is dat, hè, als je aan het roken bent. Dus dan word je helemaal weggedouwd. Dat is, die jaren 2020, 2021, de rookvrije generatie, het is gewoon schandalig. Nou, ik rook er nog even lekker eentje. Zo, en ik heb een lekker patatje heb ik, met mayonaise en een chocomeltje, de enige echte natuurlijk. En ga lekker eten. Oh ja, een bootje.
kijk nou, en dan pik een chocomelmerk, die pik mijn naam in. En nou ook Remia, die pik ook op mijn naam in. De ene rechte. Nou, hier de Nautica Haven. Nautica Haven. Daar gingen we net naar binnen. Hier de Nautica Haven. En dan gaan we hier verder kijken. Hier had je ook verleden keer, 4 jaar terug, had je hier ook. Zo'n, hoe heet het ook weer? Zo'n soort lift naar beneden had je. Dan zie je ook nog Coca-Cola. Er staat geen prijs op. Ze zijn alleen vergeten in te vullen hoeveel het kost. Maar goed, hier had je echt zo'n lift had je verleden keer. Dat wou ik eigenlijk wel even zien. Maar voor mij hebben ze dat gewoon weggehaald. Voor mij bestaat dat niet meer. Hier had je toen zo'n lift ergens. Hier een magazijn. Had ik 1 closed. Oh, hier zeehondjes. Het lijkt wel een zeeleeuw. Ja, het is een zeeleeuw. Oh, daar. Heb je hem. Oh, kijk, er komt er nog één. Hij is oud, komt er nog één. Hoppa. Maar hij sprong het water in, hè? Ja. Leuk hoor. En hier had je vleekje zo'n... Die soort lift naar beneden, die heb je niet meer. Dat was natuurlijk geen echte lift naar beneden, maar... Dat hebben ze weggehaald. Dat was hier echt bij de ingang. Hey, allemaal vissen spullen hier ook. Oh, kijk. Daar hangt de vis op. Ja, want had je hier ook zo'n show. Dat hebben ze nou ook niet meer. Toen werd hier altijd zo'n show gegeven. Oh, hier kan je nog de historie van het park zien. 2016 geopend, 18 maart. En dan kan je alles zien allemaal. Tot 2021. Ja, 2016, 2021. Dus dat betekent dat ze... Ja, ze bestaan iets langer als mijn YouTube-kanaal, maar ze bestaan dus ook dit jaar, 5 jaar, hetzelfde als mijn YouTube-kanaal. Die is ook in 2016 begonnen. Nee hoor, dat ding is echt helemaal weg. Welcome to Raccoon Creek. Ja. We hebben hier boven een heel parcours met, weet ik veel, allemaal voor rotzooi. Oh, dan heb je hier nog dieren. Ik zie niks. Wij lopen even door. Noord Hill Saw S 1963. Ja, het is... Hé, hey, de stank van een stinkdier verdwijnen. Hé, hey, het gestreepte stinkdier. Nou, wel leuk. Office. Die is ook wel leuk. Nou, hier loop je een container in. En dan heb je hier Sonar Studio of Sonar Station. Oh, kijk nou. Hier zie je wel pinguïnetjes. Pinguïns. Een boot. Oh, hier was het. Nee, het is er nog wel. Welkom. Nou, gaan we eens even kijken. Allemaal op bultrug.
geluidsvervuiling onder de zeespiegel. Dit was die lift. Ik zeg, die lift die hebben ze niet meer, maar die hebben ze gewoon verplaatst. Ja, dan moet je er wel in blijven zitten. Dan gaan die deuren dicht. Nee, die lift die doet het niet meer. Het wordt niet meer gebruikt. Twee keer gingen de deuren dicht. En het was net dat je naar beneden ging. Want dat is er niet meer. Oh, hier het Nautica Aquarium. Eens even kijken. Oh ja, kijk eens. Dat is een hele grote zas. Hoi. Kijk eens. Oh. Hoi. 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 Oh ja, kijk eens. Hello. Zo'n grote platvis. Sterving, man. Kijk. Zie je? Zo'n grote platvis. Ja, zo. Verderop. Nou, hier nog een kleintjes. Zo. Die sterven, man. Ik ben helemaal tussendoor. Nou, dan gaan we weer naar buiten. Nou, ik zie wel allemaal water, maar ik zie geen dieren erin. Dus het valt ook een beetje tegen, hè? Want ik zie helemaal geen dieren. Hier wel. Hier zie ik er wel eentje. Kijk, oh, dat is natuurlijk dat. Is er natuurlijk waar we er net... Waar we er net boven stonden. Kijk hem zwemmen. Kijk hem, kijk. Pinguïn onder water, hè? Van je wig, bachel. Wachel met me mee. Wig, bachel. Meng je onder zee. Wachel. Penen zijn oké. En allemaal druppeltjes. Ja, leuk. Uilen spot hier ook. Nou, waar belanden we nou allemaal weer? Ja, daar zo. Meneer L. Waar? Daar. Hier vlak voor je neus. Ja. Twee zijn er. Hallo, je onderbroekenspel. Wat zit er dan in? Een hele grote spin. Nou, dan gaan we weer naar boven. Zou we richting de auto gaan lopen? Ja, ga wel weg. Ja. Nou, hier heb je ook niet veel. Is ook allemaal. Oh, daar ook. Daar zwemt er eentje. Daar verderop zwembring. Dus ja, dat is wel leuk. Dus maar goed, ze willen naar huis, dus we gaan er weer vandoor. Dit was eventjes een kort reviewtje van Wildlands. Ja, dat is 3 jaar geleden ook geweest. Er waren een aantal dingen veranderd, een aantal dingen niet veranderd. Een aantal dingen hebben ze verplaatst. Maar ja, dit was het voor vandaag.
Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Groetjes van deze kant. Abonneer even op mijn kanaal. Druk op belletje. En dan spreken jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog. Hier op mijn kanaal. Jongens, groetjes. En ik spreek jullie allemaal. Groeten vanuit Emmen. Bye bye.